Wat een drukte weer bij Gamersnet Gear, jongens. Ja, we zitten hier voor de Mad Cat Rad Pro X Ultra Tech Transformers muis. Zelfs noemen ze het de Ultimate Gaming Mouse. Ja, oké. Okay. En een van de duurste ter wereld. Ja, dat sowieso. Het is, wat is de prijs? De richtprijs is $200, maar in heel veel webshops kun je hem vinden voor €179. Cool. Dus ze zijn schappelijk geweest met de koersen. Dat moet je ze toch nageven. Ja, oké, dat sowieso. Ja, nee, maar €179, dus echt wel letterlijk een van de duurste muizen ter wereld. Maar je krijgt dan ook wel de Ultimate Gaming Mouse ervoor terug eigenlijk. Ja, want wat doet het? Het ziet eruit echt als een transforming ding. Ja, wat kun je allemaal? Het ziet er inderdaad, we hebben de unboxing ook al gedaan en toen zeiden we al van het is een soort van Transformer Decepticon-achtig ding op je bureaublad. Wat het in wezen is een muis die, dit is kenmerkend voor de Rad-serie, is natuurlijk altijd dat je het kan tweaken. Je kan altijd een beetje, weet je, de palmsteun kun je net weer een beetje anders zetten. Maar dit neemt het allemaal nog een stapje verder. Niet alleen de palmsteun, de duimgrip, de pinkygrip kun je aanpassen. Nee, je kunt ook daadwerkelijk de sensoren kun je veranderen. Die zijn interchangeable. Hij wordt geleverd met 3 verschillende sensoren. Stel, er komt een keer een nieuwe sensor uit die beter is. Een optische of een laser, dat maakt eigenlijk niet uit. Het past er allebei in. Brengen ze gewoon software uit? Nee, niet meer software. Nee, dan doen ze het met gewoon hardware. Dus je kunt gewoon los een sensor bij hun kopen om dan te wisselen. Dus kijk, wat er nou in zit, ik heb dan de PixArt sensor gekregen met op 8200 dpi. Een lasersensor die echt gewoon heel goed functioneert. Niks mis mee. Maar stel, er komt straks een of andere optische sensor met een nog hogere dpi of iets wat meer naar mijn smaak ligt, dan moet ik hopen dat Mad Catz dat uitbrengt en dan kan ik dat los erin klikken. Dus dat is een beetje waarom de muis future-proof is. We proberen de muis te maken. Je hebt sowieso al 3 dpi standen. Ja, die kun je zelf instellen. Je hebt een knopje dat je kan wisselen van naar 3 verschillende dpi standen. En je hebt dus 9 verschillende profielen die je op de onderkant of via de software nog aan kan sturen. Ah, die kun je dus instellen op hoe je hem gebruikt en wat je wat de extra toetsen doen en verschillende dpi, of hij wel of niet de goede lift-off height heeft. Want de software ziet er eigenlijk echt niet uit, maar je kunt er echt heel veel mee. Je kunt de lift-off height instellen, je kunt instellen dat hij wel of niet jouw onregelmatige bewegingen recht trekt. Je hebt allerlei verschillende toffe dingetjes. Je kunt dit scrollwieltje kalibreren. Want dat is ook nog eens echt een keer een heel apart ding. Ik vond deze sowieso heel erg stroef, maar je kunt hem dus instellen zo. Ja, dit is de muis zoals hij hier ligt, is hoe ik hem het liefst heb. En dat is dus ook echt met een hele stroeve scrollwiel. En dat vind ik, dat mag echt vaker terugkomen bij andere muizen. Hopelijk ook iets goedkopere muizen. Ja. Dat je zelf het scrollwiel aan kan draaien hoeveel, zeg maar, feedback en hoeveel stugheid je erin wil hebben. Dus niet alleen kun je dan ook nog gewoon het hele scrollwiel eraf duwen en zeggen ik wil een rubberen of ik wil een aluminium of ik wil een ander vormpje. Je krijgt er 3 meegeleverd. Vierkanten? Nee, dat zou inderdaad ook wel klonk, klonk, klonk. Dat zou best wel eens vet zijn. Ja. Maar nee, je kunt hem dus in textuur aanpassen, maar ook in stugheid. En dat vind ik wel echt, dat mag echt vaker gebeuren. Want heel vaak heb je een muis die perfect in de hand ligt, die heel fijn klikt. En dan ga je scrollen en denk je van, dat is weer net niet mijn ding. En hier weet je gewoon zeker dat het werkt. Kun je ook nee, dat zal waarschijnlijk niet kunnen, de positie van bepaalde knoppen wijzigen? Nee, de positie, je hebt hier op je duimkant heb je de 3 extra knoppen. Dus een vooruit, een achteruit en een precision aim toets. Die laatste is trouwens wel heel interessant, want daarmee kun je optioneel de dpi tijdelijk vertragen. Okay. Dus als jij bijvoorbeeld, je bent aan het campen ergens met een sniper. Je bent heel veel af aan het scannen, maar als je dan net dat precieze shot wil maken, dan druk je even die knop in en dan is hij veel trager, dus dat is wel tof. Ja. Maar je hebt hier ook een andere duimgrip voor en die zit dan weer hierbij. Die is net iets meer, die zit in een net ander hoekje. Het is een heel miniem detail, je kunt het niet zien, je voelt het wel, dus dan is de positie van de knoppen is wel een klein beetje anders. Ja. Het voelt waarschijnlijk wel anders. Omdat, elke hand is natuurlijk anders, elke vinger is anders. Ja, dus je kan hem zo positioneren als je hem zelf wil. Ja, maar dat vind ik fijn. Want soms heb je, weet je wel, ik snap dat er gamers zijn die zeggen van dit is mijn perfecte muis. Maar af en toe dan heb je een game waar je net iets anders je hand neerzet. Weet je wel. Soms heb je meer die claw en soms wil je meer gewoon een beetje rustig erop liggen. Gewoon chillen games. Gewoon. Ja, maar het fijne is dus dat je dat gewoon met deze dan, dat kun je helemaal zelf instellen van hoe je dat wil. Het ziet heel relaxed uit. Sommige dingen moet je echt los schroeven en dan moet je echt even op zitten. En even kijken van hoe wil ik de hoek van dit ding aanpassen. Nou, dat is dan een experiment van een half uur. Weet je wel, even de goede muis vinden. Dat is denk ik wel leuk echt voor de PC-gamer. Ja. Die echt wil
presteren in een game. Nee, dat ik denk gewoon in bepaalde... Je kunt het gewoon als je heel veel League of Legends speelt en je moet alleen maar hierop klikken... Ja. Dan kun je dat aanpassen. Ja, nou, dat vind ik trouwens, dat is ook wel even een leuk punt om te benadrukken. Want dat vond ik heel erg tof. De linker en de rechtermuistoets zijn anders. In hun klik. Er zitten sowieso hele goede switches in van Omron. Die gaan schijnbaar 20 miljoen cyclussen mee. Dus Jezus. Dat is ook wel heel hoogwaardig afgewerkt. Maar nee, het leuke is dat de rechtermuistoets, die is iets lichter. Dus dat is meer, weet je wel, als je met de shooter on the scope wil, dat mag gebeuren. En de linkertoets is net iets zwaarder, dus die moet je echt met net iets meer zelfverzekerdheid indrukken. Iets harder die trekker overhalen. Ja, maar dat voelt goed, want stel je speelt iets met stealth, ja, op je loop gaan liggen, dat is op zich geen probleem. Maar per ongeluk schieten, dat mag niet gebeuren. Ja, dus dat is waar. Minieme verschil, dat past daar wel goed bij. Ik weet niet, ik vond het toch wel tof om te ontdekken. En verschillende soorten materiaal zie ik sowieso, want dit lijkt iets meer rubberachtig. Ja. Ook trouwens. Maar hij is een beetje bronzig of zo. Nee, dat is dat hele exoframe. Wat zeg maar, als je alles eraf haalt, dan hou je voornamelijk het exoframe over. En dat is daadwerkelijk dus gemaakt van magnesium. Wauw. Wat dus. Dat is wel vet. Het ziet er sowieso, vind ik, heel lijp uit, omdat het inderdaad een soort half bronsachtige uitstraling heeft. Ja, precies. Heeft. Maar dat hebben ze dus gedaan omdat hij dan lichter is in plaats van aluminium. Dus het is. Qua afwerking en qua materialen is het echt een topding. Ik bedoel, je hebt ook nog een beetje koolstofvezel elementen die erin zitten. Het is alleen, ja, het is super mooi afgewerkt allemaal. Het is alleen zo jammer dat ze het maar in één kleur hebben. En dat is dat alien kutsgroen, wat we dat zo graag noemen. Ja, en het snoertje is zelfs weer een iets andere kleur. Ja, dat viel me trouwens inderdaad ook op. Ik wist dat je hierover ging bitchen. Ja. Ik wist dat jij gaat zeggen van, oh, maar het past niet helemaal goed bij elkaar. Nee, precies, dat past het weer niet. Nee, maar, nee, ja, klopt. Oké, ja, buiten de kleur, heb je nog een kanttekening? Of zeg je van, dit is de ultieme muis voor nu? Je zegt van, ik wil tweaken, Hij is future-proof. Hij ziet er heel ongemakkelijk uit, maar uiteindelijk is... Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen er een fijne grip in kan vinden als je maar genoeg tweakt en een beetje experimenteert. De knoppen zijn heel erg fijn. In de afwerking is hij echt subliem overal. Het feit dat je die sensoren kan verwisselen, ja, hij is echt gebouwd op de toekomst. Enige kanttekening vind ik, nou ja, de software is niet heel erg sexy, daar kunnen we dan overheen kijken. Maar die toetsen hier, die extra drie toetsen, die muisklikken die zijn heerlijk en dat die een verschillend gevoel hebben, fantastisch. Maar dit voelt dan weer heel goedkoop. Ik zat net ook al te klooien voor de video en ik vond dit ook al... Ze zijn wat moeilijker te vinden voor je duim, nou ja, daar kun je uiteindelijk aan wennen. Maar ik vind het heel raar dat die Precision Aim knop, fantastisch bedacht, dat je daarmee je DPI tijdelijk kan vertragen. Dat is super in elkaar gezet, maar ik voel hem niet zo goed en hij heeft geen fijne feedback. Nee. En dat terwijl het scrollwiel is fantastisch, die andere toetsen zijn fantastisch. Hij heeft gewoon drie hele goede sensoren, kan later nog uitbreiden. Je kunt er verschillende pootjes op zetten, nota bene. Ja, super veel accessoires. Je hebt zelfs een motherfucking flare grip, zodat je je pink eronder kan schuiven. En zodat je hem sneller op kan pakken, zonder dat je hem uit de hand laat vallen. Dus super specifiek. Alles is goed, behalve... Ja, maar die fucking zijtoetsen zijn dan weer goedkoop. Ik heb 190... Oké, ik heb er niet voor betaald. Maar er zijn mensen die hier €179 voor betalen. Waarom voelt Twee tientjes meer en je hebt waarschijnlijk betere knoppen. Ja, hij had dan gewoon €200 gevraagd en had die knoppen even een fijne klik gegeven. Dan was hij helemaal perfect geweest. Hier kun je wel een andere grip voor opzetten, toch? Ja, je kunt er wel... Ja, dat is dus met een klein beetje een buiging. Dat geeft verder dezelfde feedback. Nee, het is dezelfde feedback. Ja. Het zijn dezelfde knoppen. Dus dat is gewoon jammer. Dat komt ook omdat dit er af te halen is. Daarom kunnen die knoppen niet heel fijn zijn. Dus ik snap het ook alweer, maar... Oh, en serieus, Mad Cats, andere kleuren graag. Ik wil dit in het wit met blauw, dat het tenminste bij iemands pc past. Want of gewoon helemaal zwart of zo. Ja, of helemaal mat zwart inderdaad. Laat het eruit zien als een fucking stealth jet, want dit is... Het springt wel van je bureaublad af, maar het is... Dat sowieso. Niemand heeft een pc die hier mooi bij kleurt. Ja, één iemand misschien. Ja. En überhaupt het groen met geel. Ja, het is niet geel, het is net een ander tintje. Ik weet waarom je erover aan het bitchen bent, maar jezus, gun die muis ook eens iets. Ja. Jongens, topmuis, super top of the line. Een paar kanttekeningen, jammer van die knopjes. Maar verder is dit wel echt de ultimate gaming mouse die upgradebaar is en gebouwd is voor de toekomst. Ik denk dat dit ook echt de ultieme Gamersnet gear is. Dit is echt gear. Dit is echt gear. Echt onbouwbare gear. We zijn gewoon gearheads. Top gear. Top gear. Nice, top of the line gear. Nice. Mooi.